Ja, dat is mooi. Welkom. Van Enke. Ja, hoor. We maken nog een leuke show van. Ga je weg? Nou wat, even voor samen. En door, door, door! Ja. Zo mooi bal. Kom maar. Ik weet het niet, het kunnen ook pillen zijn. Pillen, ja. Nou, ja. Kom op, PSVC! Doe dat nou niet, hè! Goh. Ja, oh. Bomen zin! Ja! 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 Kom maar, Rakke! Of niet? Alex, wie zus is? Batterijen, dingen, camera's. Nee, in de rust moet een batterijtje in dat
Zo. Dat was aan de kant van de muur, toch? Hij was aan de kant. Hij is nou in en hij loopt er nog een keer achter. Dan haal ik hem zo neer. Oh! Keepertje, wat doe je daar? Jammer. Nog een beetje. Marco Lange, trainer van SVC 08. Ik denk het eerste kwartiertje zit de brom op de bank. Ik denk de hele eerste helft. De hele eerste helft. Ja, ik denk terecht, want we speelden... Ja, het was alsof ik gewoon naar een heel ander elftal zat te kijken. Want de eerste helft hebben wij totaal ons niveau niet gehaald. Als ik dat vergelijk met de week daarvoor, wat ik zie, zit voetbal in en die jongens kunnen voetballen. Alleen dat zijn we de eerste helft gewoon vergeten en het was in een te traag tempo. Ik weet niet of het in het weer gezeten heb, maar het was, je werd daar wel op afgetroefd ook gelijk. Op snelheid en al dat soort zaken, ja, de handelingssnelheid. Kan je nou een keer de naam goed noemen in de uitzending dan? Ja, Michelle. Willemientje, toch? Kan buis wel goed, hè? Nee. Ook afvallende bal, hé! Ja, kom op nou! Ja. Heiko! Chris! Goeie bal, Chrisje! Hij bedoelde niet uit het sportpark, hoor! Ja, ik heb, ja. Loop door nu, SVC, doe mee! Kijk dan. Kom de bal, let op. Ja. En de vijf, en nog een keer, kom op! Kom, nog een keer! Nou, wat een effect in de bal. Mag dat niet? Nee, mag niet ook niet. Nu breek. Staat zij aan de nekker. Naartoe, Pim. Redder van Jerry. Tuurlijk.
En ja. Ik zou niet meer weten welke hoek ik moet schieten. Ben, 3 pingels. Dat kan, dat is toch ongelooflijk? Kom even zien! Dan wordt het echt vechtvoetbal, hè? Hey, kom op! Hij loopt zelf door. Kom, als ze nou nog zijn. Wat? Jacob! Kim, paard? Buis. Mama is daar van de linker. Ga weg. Hoe gaat die bal, hè? Doe het simpel! Oké, hier. Verbreed, scherp! Niet te heet! Maak het nou niet moeilijk, Lex! Sacré, die allemaal, hè? Goed! Ja! 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 Lex. Ja! 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 Pak die vlag, Rick. Kom op. Buis. Buis, speel of? Buis. Hits hem. Dat is moeilijk. Ja, ja, ik ga er aan. Ga door, moet ik komen. Zijn die dat? Voor de rest niet, dacht ik. Dat was een strafschop. Ja. Dat was er binnen, hè? Je hoorde alleen de man, mee, ik denk dat het de bal was. Ja, goed, dat kijk maar op de beelden. Als ik het zo van deze afstand kijk, het is... Doe je! Doe een keer jij! Schakel om! Eentje! Goed gespeeld hoor. Wat is aan daar? Kom eraan! Gaat! Je moet! Kijk aan de rug! Alex! Ga naar de goal van hem! Ga naar de goal van hem! Hey! Middenveld, ja. Hectisch, spanning. Van alles in deze wedstrijd, hè? 5-5. Jij scoorde eigenlijk de bevrijdende gelijkmaker. Ja, mag ik het zo noemen? Nou, ik had liever nog eentje gemaakt, Leo. Ja, dat snap ik. Ja. Zeker als we tegen 9 man komen te staan. Maar dat heeft maar een paar minuten geduurd. Ja, maar het was wel heel hectisch. Vooral de eerste helft. We beginnen veel te slap aan die wedstrijd. En je ziet het op het einde. Kom je eigenlijk tijd tekort. Maar ja, ik denk als je heel de wedstrijd zo speelt, dan moet je gewoon winnen. Nou ja, goed. In het begin door persoonlijke fouten liep je. Een ongelukkig moment, laten we het maar zo noemen.
Liep je al snel achter de feiten aan? Ja, achterin heel slordig. We begonnen heel slap. Ja, dan mag je, kom je één keer nog terug de eerste helft. De tweede helft kom je weer terug tot 5-5. Dat je uiteindelijk blij mee moet zijn als je ziet de eerste 20 minuten hoe we spelen. En dat we ons toen nog gerevancheerd hebben, want het was een knotsgekke wedstrijd. Dat is niet wat zeker is. Ik wil zeggen, en ja, beschrijf eens even je doelpunt, joh, want kopballetje. Ja, een kopballetje, ja. Ik kwam heerlijk voor van de zijkant. En, de keeper was nog niet zo heel groot. Ik zag hem naar de tweede paal lopen. Ja. Nou, de hoek was vrij en ik kwam lekker op mijn hoofdje. We staan nu bij de topscorer van het eerste elftal, Jerry Plat. Jerry, knotsgekke wedstrijd, hè? Ja, zeker. Ja, ik had 3 penalties. Ik heb nog nooit meegemaakt, 3 penalties, 1 wedstrijd. Dus ik kon er ook nog één krijgen. Gewoon geluk dat je die niet tegenkrijgt, want dan verlies je nog een laatste minuut. Ja, op een gegeven moment die gasten op het laatste raak ik gewoon een kopje kwijt. En als ze nog even door liet spelen, hadden we ook nog kunnen winnen. Dus, maar ik denk dat dit het maximale was, want in de rust was het gewoon uitzichtloos, hoor. Die 5-2 achterstand, hè? Dan denk ik, krap je ook achter je. Je doet je best, je geeft alles, maar je achter weet je echt van, het wordt gewoon heel lastig, weet je. Dus, Maar ja, jij zegt dat ik nog nooit meegemaakt, 3 strafschoppen, maar ook niet dat je er 3 gemaakt hebt, denk ik, in de wedstrijd. Ja, 1 keertje volgens mij in de A, maar vaak inderdaad, dat maak je niet sneller mee. 3 penalty zeker niet. Nou, het was wel een ontlading met die gelijkmaker, hè? Ja, zeker, het publiek ging er lekker achter staan op het laatst, dus hopelijk doen ze dat elke week. Dan, en wij meteen goed beginnen, vanaf begin. Dat komt wel goed dit seizoen, hoor. Ja, tweede helft, ik denk een duidelijk praatje geweest. En er kwam een ander elftal uit de kleedkamer. Met een iets andere instelling. En dat laatste, dat hadden we nodig. Maar je kwam toch op 5-2 achterstand? Ja, eigenlijk uitzichtloos. Maar goed, je wist ook eigenlijk de eerste helft ook wel. Van dat iedere corner wel gevaarlijk was. Dus alleen dan moet je wel omzetten in doelpunten. Zeker als het zo schermutselen zijn. Zeker de eerste helft was dat al zo. Alleen ja, nou gaat het erom. Schop je ze erin, ja of nee? Nou goed, al met al toch tevreden, gezien de tweede helft. Ik ben blij met die punt. Vandaag was pupil van de week. Wie? Robin, maar het was natuurlijk ook logisch. Was logisch. Nou Robin, jij bent een heel bekende Nederlander, hè? Jij hebt keepersles gehad. Van? Van Meer. Van Ajax, hè? Daar hebben we beelden van, hè? Ja. Hoe vond je het vandaag? Leuk. Ja? Ja. Ja. Niet meer dan leuk? Vond je het genoeg doelpunten die hele wedstrijd genomen? Ja. Nou, heel veel, hè? En hoe gaat het nou met keeper nadat je die training hebt gehad? Goed. Ja, heb je er veel van geleerd? Ja. En je broer, hè? Want die heeft ervoor gezorgd dat je hier bij de club bent, hè? Ja. Jij hebt met hem gesproken thuis, hè? Ja. Want hij zat eerst op? Scheveningen. Goeie pupil geweest, hè? Wil je nog wat zeggen verder? Ja. Wat dan? Hoi pap en mam. Leuk met je mentor samen. Ja, dat is goed hoor met je. Ja. Ruben Buijs, ja, gaan geruchten dat je op de lijst staat voor een man of the match. Ik hoor het net. Ik verbaas me er wel een klein beetje over. Jerry schiet er 3 binnen, dus ik verwacht dat Jerry het wordt, maar ik hoor de geruchten, ja. Het zijn geruchten, maar wel een opmerkelijke wedstrijd ook voor je. Je begon links buiten. Toen ben je teruggehaald, middenveld. Ja, zeg het maar. Het was buitengewoon, Leo. Ja, maar goed, ook de positiewisselingen waren van voor naar achter naar het middenveld. Het was een hectische wedstrijd. Maar goed, uiteindelijk 1 punt. Nou. Hey, maar je had een paar mooie acties vanaf links, eerste helft, Ruben. Ja, er waren een paar goede aanvallende acties. De eerste helft was het alleen aanvallend, brachten we niet zoveel. Een paar acties, weinig rendement. En de tweede helft vielen ze meer op een plek. Uiteindelijk kwam je helemaal naar achter in de punten spelen, geloof ik. Ja, uiteindelijk 1-1. Toch nog proberen een punt te pakken. Dus 1-1 spelen naar achter naast Alex in de verdediging. Aanvallende middenvelder opvangen. Dus alle linies gehad. Nou Ruben, ga daar lekker van genieten, joh. En we wachten af, hè, wie het wordt. Ik ben heel benieuwd, ik hoor het zo. Met de 10 maanden heb je 2 kannetjes. Ruben, het is goed.